Het aankomende 58ste Gouden Televisiering Gala staat voor de deur en heel Nederland bereidt zich voor op deze spraakmakende televisiegebeurtenis die op donderdag 12 oktober plaatsvindt in het prestigieuze Koninklijk Theater Carré. Opvallend is dat Bridget Maasland, 48, na jarenlange afwezigheid weer deelneemt aan het prijzengala. In een recente aflevering van de BLVD-podcast onthulde de bekende presentatrice waarom ze het gala eerder boycotte. De reden voor Bridget's eerdere afhaken blijkt verrassend genoeg te maken te hebben met de locatie waar de afgelopen edities werden gehouden, namelijk de Amsterdamse concertzaal AFAS Live. Volgens haar ging deze keuze ten koste van de grandeur en allure die het Gouden Televisiering Gala zo kenmerkend maken. Bridget deelt haar enthousiasme voor het evenement met de woorden: iedereen komt mooi aangekleed, in het lang, alle toeters en bellen, haar en make-up, alles erop en eraan. Het is toch een beetje ons eigen feestje, ons kent ons, je komt elkaar allemaal tegen, hartstikke gezellig. Ze benadrukt echter ook haar afkeer van de locatie en dan in dat tochtige AFAS live op zo'n rode loper. Afschuwelijk vond ik dat. Nu het Gouden Televisiering Gala weer terugkeert naar de majestueuze ambiance van Koninklijk Theater Carré, heeft Bridget haar enthousiasme hervonden. Ze kijkt ernaar uit om deel uit te maken van dit unieke televisiespectakel.